Welkom weer bij Fire & Food TV en vandaag gaan we het hebben over een sweet pork papaya. Ja, denkt u, wat is een sweet pork papaya? Nou, het woord zegt het al, hè? Een zoet varken in een papaya. Nou, Bastiaan, voilà. Ik zou zeggen, geht los. Yes, geht los. Ne? Dat is mooi, Engels een beetje Duits. Sweet pork papaya, yes. Wil je het in Duits horen? Dat was Duits, hè? Geht los. Geht los. Dat is Duits, ja. Lieve vrienden. Entschuldigung. Ja. Gaan we. Papaya. Die snijden we even door het midden. Zorg wel dat je een mooie rijpe papaya hebt. Ja, dat is handiger, hè? En dan hebben we daar die pitjes. En die moeten eruit. Laat mij eens even een bakje pakken voor jou. We hebben daar nog een mooi bakje, hoor. Oh, we hebben een bakje. Ah, top. Kijk eens. Die erbij. En dan gaan we. En dan ontstaat daar die opening. En daar gaan we hem straks vullen. Ja. Maar eerst even de papayas. Wat jullie op de achtergrond horen, ze zijn een Shakespeare-evenement voor vanavond aan het opbouwen. Ergens hier in het kasteel. Ja, die jongens komen allemaal even voorbij. Shakespeare, is dat ook niet de periode met varken aan het spitten en dat soort mooie dingen? Ja, en wij zitten aan de papaya. Wij zitten aan de papaya. Kansloos. Maar wel. Kansloos lekker. Dit kunnen we natuurlijk ook verkopen als kuit. Ja, dat zullen we proberen. Kijken of ze erin trappen. Actie. Die hebben we uitgehold. Dan heb ik hier... Roppapam. Nou, yes. Oh, de mooie bak. Ja. Dan gaat deze in het vuilnisbakje. Ja, een gehaktje. En dan gaan we het gehakt gaan we op smaak brengen. Waar doen we dat mee? Dat doen we met... handschoenen aan. Gaan we zo meteen met kleden, dankjewel, gaan we dat doen. Met dadels, rozijntjes, knoflook, ei en wat gemalen komijn. Wat gaat erbij? Een hele sexy handschoen. Ja, nou, we kunnen dit er natuurlijk uitknippen. Maar dat doen we maar niet. We kunnen het er ook gewoon in laten. Ja. En dat laatste is denk ik het geval. Precies. We gaan dus door... als u dit ziet, hebben we het erin gelaten. Ja. We gaan door met peper en zout. Hop. En dit gaan we kneden. Best lastig met één hand, hè? Ja, maar ja. het is er nou mooi doorheen gekneed en dan is het tijd om de papaya te gaan vullen. Voilà. Voilà. Zo, uitgeholde papaya. En daar lekker die, niet te veel. Het is wel heel lekker, maar daar gaat gehakt in. En dan toppen we zo meteen af met wat cheese, kaas. Weer eens even. Voilà. Deze zijn gevuld en dan even een klein beetje kaas zo erop. Mm-hmm. Het is wel een combinatie van lekker een frisse vrucht. Ja. Met wat lekker vlees. En die gaat op de barbecue indirect op onze groene rakker hier. Ja. Onze groene rakker. Die erop. En dan lekker laten gaan. Papaya. Hoppa. Hij ziet er wel heel erg gesmolten uit. Top, hè? Geweldig. Een combi, hè? Kleurtje. Ja, super gaaf dit. Nou, Bastiaan, nou ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe we dit gaan eten. Ja, nou dat zal ik je laten zien. Ja. Ik leg even deze mooie tang weg. Ja. Ik kan me toch niet voorstellen dat je hem zo vastpakt en... Nou, onder de barbaren misschien. Ja, de tijd van de barbaren. Precies. Nou, je hebt daar een trucje voor. Mooi mesje. Ja. En wat je dan kan doen op een gegeven moment is even zo snijden. En dan kan je zeg maar iedereen een mooi plakje geven. Ah, oké. Ja, dus dan heb je zo'n heel mooi schilletje gesneden. Met... Ja. Mm-hmm. Stukje fruit, stukje gehakt. Zo, hierbij. Zo. Ja. Dus Edwin, de sweet pork papaya. Sweet pork papaya. En mocht u het recept willen nalezen, dan kan het natuurlijk. Kunt u altijd hier beneden kijken op ons YouTube kanaal naar de doorlinken naar de recepten. En als u het gaat maken en u denkt, wow, dat vind ik wel erg lekker. Doen, hè? Met een duimpje. Liken. En natuurlijk kunt u zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, eet smakelijk en super gezond zo. Kom, we gaan naar het terras gaan we eten. Ja, gaan we naar het terras? Zullen we gaan naar het terras eten.